Welkom bij het webinar 17 miljoen mensen, één boodschap. Dit programma is in het kader van het programma Divers en Inclusief. Divers en Inclusief is bedoeld om lokale bestuurders die nieuwe verscheidenheid in hun gemeente een succes willen maken, te helpen, handvatten te geven. Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is de derde bijeenkomst. We zijn in Amersfoort geweest. Dat was lokale trots, centraal thema, en onze Koningsdag daar. In Eindhoven zijn we geweest, opkomst van internationals. Nu zijn we hier in de studio vanwege corona. En we zijn hier in de studio met Karsten Herstel. Een van de traagste initiatiefnemers van dit programma. Welkom. Dankjewel. We zien je aan het begin even en aan het eind kom je terug om iets nieuws aan te kondigen. De volgende bijeenkomst ging over internationals. Groeiende groep, vaak hoogopgeleide mensen die hier tijdelijk is. Wat is eigenlijk belangrijk dat je van die bijeenkomst hebt onthouden? Nou, wat mij het meest is bijgebleven eigenlijk, is dat, dat het zo belangrijk is om elkaar verhalen te vertellen. Over wat er in een gemeente of wat er in het land aan de gang is. En ik was eigenlijk ook geraakt door het feit dat er zoveel verschillen zijn tussen gemeenten. We hadden de gemeente Amstelveen en de gemeente Aalsmeer vlak naast elkaar gelegen. Ja. En de een vertelt over een heel ander soort diversiteit in de gemeente dan de andere gemeente. En dan merk je hoe belangrijk het is voor bestuurders om te weten wat er leeft, wat er aan de hand is. En daarover moet je elkaar verhalen vertellen. Om het zeg maar dicht bij de mensen te krijgen, op te halen en daar dan eigenlijk de vraag mee te beantwoorden. In wat voor samenleving willen we eigenlijk leven? Deze keer gaat het naar aanleiding van corona. Corona is niet het letterlijke thema, hè, maar het is, we moeten nu 17 miljoen mensen bereiken. Wat hoop je dat deze bijeenkomst oplevert? Dus wat zou je opdracht zijn voor deze bijeenkomst aan alle deelnemers? Nou, ik hoop eigenlijk een inzicht op te doen over hoe kunnen we ook dat verhalen vertellen, hoe kunnen we dat beter communiceren. Ik ben ook wel benieuwd hoe het werkt met zo'n webinar. Ja. Inmiddels heb ik best al een aantal meegemaakt en dat gaat hartstikke goed. Maar ik hoop ook dat het een beetje interactief kan worden vandaag. Ja. Dat we elkaar ook de ruimte laten. Weet je, wat ik, je merkt dat discriminatie en racisme echt een thema op dit moment is. Ja. Vanmiddag is er een plenair debat in de Tweede Kamer over racisme. En je ziet ook de afgelopen periode met alle Black Lives Matter bewegingen en demonstraties. Dat het zo belangrijk is als bestuurder om te luisteren naar wat er in de samenleving aan de hand is. En het mensen echt raakt. En nou, ik hoop dat dat ook ondanks deze vorm overkomt. Ja. Dat we iets van inzicht opdoen over hoe kun je met één mond spreken. En hoe kun je communiceren over hoe belangrijk het is om de samenleving inclusief te maken. Dankjewel. We gaan aan de slag met de inhoud. Ik zie aan het eind van de bijeenkomst even terug, want je hebt een nieuw iets aan te kondigen waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Maar dat is een soort cliffhanger, zodat iedereen tot het eind moet blijven om dat te horen. Ik wil je bedanken. Ik zie je aan het eind nog even terug. Ik ga naar het thema van de bijeenkomst. En we gaan kijken naar wat is die lockdown nou eigenlijk geweest en wat betekent dat? Ik wil aankondigen Habib El-Khadouri. Hij is medewerker, adviseur bij de Stichting Marokkaanse Nederlanders. Nu zeg ik het goed. En wat ik met jou wil bespreken eigenlijk is eigenlijk hoe bereik je heel verschillende groepen? Hè? Hoe krijg je al die mensen bereikt? En wat we hebben gezien bij COVID-19 is eigenlijk dat migrantengroepen, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, vaker getroffen werden relatief door het virus. En het is ook wel interessant om te kijken waar dat van komt. Heeft dat met communicatie te maken? Maar het blijkt toch dat het lastig is om mensen te bereiken. Daarna spreken we nog met Jolanda Asmoreggio. Zij zit thuis klaar. En daarna spreken we nog met wethouder Marie-Thérèse Meijs. Zij zit volgens mij in haar woonboot in Haarlem klaar voor het laatste onderdeel. En tot slot presenteren we nog een portfolio. Maar ik wilde met jou beginnen, Habib. Wat doe je eigenlijk bij de Stichting Marokkaanse Nederlanders?
En wat doet de Stichting Samenwerksverband Marokkaanse Nederlanders? Yes. Ja. Allereerst dank voor de uitnodiging. Ik vind het belangrijk in ieder geval om ook namens de SMN, afgekort, hè, dat maakt het voor u makkelijker, om in ieder geval onze ervaring te delen met de gemeentes en andere betrokkenen over, over het belangrijke onderwerp. Ook communiceer je inclusief en ook met een boodschap die ook iedereen kan volgen. SMN staat voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. We staan al heel lang, eind jaren 80 opgericht, ook door de overheid met name, om in overleg te treden met belangenorganisaties. En mijn werk is eigenlijk heel simpel. Ik probeer vooral wat er leeft binnen de Marokkaanse gemeenschap te vertolken naar buiten toe. Te agenderen ook bij politiek, bij bestuurders, veelal op landelijk niveau, maar soms ook op lokaal niveau. En tweede is ook binnen de gemeenschap issues, vraagstukken, ook zoals inderdaad de coronacrisis of het virus. Daarover in gesprek treden en proberen ook oplossingen aan te dragen. Dus ook een stukje bewustwording, emancipatie en dergelijke. Ja, ja. Is er de Marokkaanse Nederlanders, dat is een hele brede groep, denk ik, verschillende generaties ook. Je zegt van, we gaan het hebben over hoe bereik je iedereen en hoe weet je wat er leeft. Dat doe je dus zelf voor je werk. Hoe doe jij dat? Beter wat er in zo'n brede samenleving leeft? Ja, nou goed, omdat we natuurlijk ook al heel lang staan, hebben wij in de voorbije jaren natuurlijk een netwerk opgebouwd, ook op, natuurlijk actief op lokaal niveau. Denk aan moskeeën, denk aan netwerken van vrouwen, jongeren, belangrijke sleutelfiguren die natuurlijk ook weten wat er speelt, maar ook in toenemende mate natuurlijk ook wat er gebeurt op sociale media. Dan kun je ook daar zien wat de ontwikkelingen zijn, wat de behoeften zijn en daar proberen op in te spelen. En, dus in die zin inderdaad een gevarieerde gemeenschap, 400.000 dus mensen met een Marokkaanse achtergrond, voor een groot deel natuurlijk woonachtig in de Randstad. Inderdaad. En ook generaties waar ook natuurlijk grote verschillen zijn. De eerste generatie die natuurlijk laaggeletterd is, ook met grote, zou ik kunnen zeggen, achterstanden, inkomens, op sociaal gebied natuurlijk ook veel meer. Maar ook natuurlijk jongeren die ook natuurlijk ook een heel andere profiel hebben. Dus van hoogopgeleide tot ook natuurlijk jongeren die ook in de criminaliteit zitten. Dus je moet ook met al die verschillen in die diversiteit handelen en proberen antwoord te geven samen met de samenleving uiteraard. Ja. En ik wil even naar het begin van de corona, de lockdown. Ja. Op dat moment waren er ook nog heel veel mensen uit Nederland in Marokko. Wat kwam op dat moment op jullie als SMN af? Dus wat gebeurde er toen? Mensen konden moeilijk terug, begrepen? Ja, inderdaad. En het is maar een klein groepje relatief. Hè. Natuurlijk inderdaad een aantal mensen, ik denk een paar duizenden Marokkaanse Nederlanders, maar ook autochtone Nederlanders die in Marokko zaten, die werden verrast door natuurlijk de totale lockdown van Marokko. Dus die mochten niet meer terugkeren. Dat speelt nog steeds eigenlijk, maar dat is natuurlijk voor een paar honderden. Intussen heeft natuurlijk ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenspraak met de Marokkaanse overheid natuurlijk duizenden mensen gerepatrieerd. Nou, dat was inderdaad iets wat je op dat moment ook voelde in de gemeenschap. Iedereen kende iemand, kan ook familie zijn, maar ook een kennis, een collega die daar op een gegeven moment prompt werd, die daar strandde. En dus dan leeft zo'n thema, dus dan moet je als SMN, zeker ook met initiatief Wij Helpen Punt Nu, maar ook andere onderwerpen uiteraard, moeten daarop inspelen. Dus dat er ook informatie van het ministerie toegankelijk werd gemaakt, dat er ook telefoonnummers beschikbaar werden gesteld voor mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dus op die manier probeer je aan die behoefte, in die behoefte te voorzien. Oké. En je zegt, we hadden het initiatief Wij Helpen Punt Nu. Ja. Wat hield dat in? Ja, het is eigenlijk een soort informatieplatform, overigens ook met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om eigenlijk wat er alle in het land werd gecommuniceerd en aan
over corona en de maatregelen, dat we dat richting onze achterban proberen te ontsluiten op een toegankelijke manier, ja. Ook in eigen taal. Maar ook met inzet van een helpdesk, dus een telefonische hulplijn, zodat mensen ook wanneer zij vragen of zorgen hebben, dat ze ook dat nog op een laagdrempelige manier kunnen vernemen. En ook een beetje wegwijs, luisterend oor. Dus in die tijd en nog steeds zijn natuurlijk talrijke initiatieven ook van onderaf ja. naar de samenleving ontstaan, ook veelal op lokaal niveau. Nou, en dat getuigt denk ik ook op de kracht van onze samenleving, dat burgers ook zelf initiatief nemen om de anderen mee te nemen in hoe je moet handelen in zo'n crisissituatie. Want ja. daar was natuurlijk op een gegeven moment ook, zeker in de beginperiode, sprake van. En als je kijkt naar wat voor vragen jullie bereikt hebben, dus wat wij helpen punt nu. Wat was de belangrijkste hulpvraag, bij wijze van spreken, die er op jullie kwamen? Ja, dus inderdaad die vraag van gestrande reizigers, van nou, hoe kan ik terugkeren, waar kan ik terecht, en dergelijke. Ja, tweede, ook vooral oudere populatie, en dat is echt een verhaal apart. Ja, dus heel veel instanties, ook bijvoorbeeld ook eigen moskeeën, ontmoetingscentra, die werden gesloten, dus dan was die doelgroep natuurlijk aangewezen ook op die gelegenheden, ook niet alleen voor sociale contacten, maar inderdaad ook mensen ook die naar de kerk gaan, maar ook voor een stukje informatie, steun. Dus dat viel weg en dus dan kwamen ook natuurlijk inderdaad ook vragen over van nou, wat moet ik doen, wat hoort wel niet, natuurlijk ook gevoelens van eenzaamheid, dus al die issues die natuurlijk ook nog steeds actueel zijn. Andere vragen die natuurlijk ook geven, want ja, er komt ook iemand te overlijden in de familie hier. En dan moet je natuurlijk, zeker de eerste generatie, maar de tweede generatie doet het nog steeds. Ja, dan gaat er ook meestal ook iemand, de overleden, die wordt gerepatrieerd naar Marokko. Maar in dit geval was het natuurlijk ook niet. Nee. Gaat niet. En dus dan moesten mensen ook zoeken naar manieren om het hier te organiseren. Dus dan ook, er wordt aangeklopt bij gemeentes. Dan moesten ook, ik weet dat ook een aantal gemeentes ook maatregelen hebben getroffen om in die behoefte te voorzien. Dus verlagen van bepaalde kosten, aanwijzen van stukken van graafplaats. Dus je zag ook een nieuwe interessante dynamiek ontstaan. Dat ja. ook mensen ook zich ook wisten meer gingen oriënteren. Hey, dit overkomt ons. Dat was altijd een soort automatisme dat we naar Marokko zouden worden gerepatrieerd bij overlijden. Maar ja. Eigenlijk ja, moeten we eigenlijk ook misschien nadenken of dat het ook hier in Nederland, ook hier na het leven, ook misschien ook een plek hier kunnen en moeten vinden. Dus ja. Er zijn ook interessante vraagstukken die dan opdoen. Ja. Ja. En als je kijkt naar dit type vraagstuk, hè, dus aan de andere kant van de camera, zeg maar, zit allemaal lokale bestuurders. Wat vind je eigenlijk dat die mensen met dit soort vragen en ontwikkelingen in hun lokale samenleving, in hun gemeente, in hun stad moeten doen? Ja. Wat vind je hun rol? Ja. Ik denk over het algemeen, heel veel gemeentes die hebben echt ingezet om in contact te komen, in gesprek te treden met burgers, met verschillende groepen in de samenleving, al dan niet georganiseerd. Dus ik heb echt heel mooi voorbeeld gezien om ook vooral de kwetsbare groepen te bereiken, te informeren en ook die steun te bieden, te wijzen op mogelijkheden die de gemeente biedt. Maar je ziet wel af en toe dat er niet iedereen dat doet op een structurele manier of op toch een nog inzoomen op de specifieke behoeften van een groep. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat een gemeente, wanneer binnen haar eigen grenzen een verpleeg- of verzorgingstehuis, blijkt dat een brandhaard is van virus, coronavirus, en dat daar overlijden zijn, dat je dan eigenlijk van als lokale bestuurder een bezoek brengt, al natuurlijk met de inachtneming van de maatregelen, eigenlijk een beetje dat die jouw zorgplicht als het ware laten gelden. Contact maken. Er zijn een aantal gemeenten, ook richting bijvoorbeeld islamitische gemeenschap, die dat ook hebben laten zien. Dan heb je bijvoorbeeld iemand die een belangrijke sleutelfiguur in gemeente Gouda, die is in Marokko ook al een gestande reisster, maar die kwam daar te overlijden. En dan kwam vanuit de gemeenschap ook een appel op de burgemeester van hey, dat raakt zo erg die gemeenschap, dus doe eens een gebaar. Schept vertrouwen. Hè? Ja. Hey, ik word ook gezien, maar ik denk dat geldt ook voor andere groepen, burgers. Dus ik denk dat je ook op zo'n moment, je moet ook niet alleen handhaver optreden, dus communiceren wat er allemaal aan maatregelen is, maar ook laten zien dat je ook naast de burger staat, zeker in die kwetsbare situaties. Ja.
nog zonder dat je echt daar iets te doen hebt, of wat dan ook, maar gewoon het feit dat je er bent, ja, is eigenlijk al een belangrijk gegeven voor die mensen, dat ze weten van, er wordt met ons meegeleefd, dat die boodschap breng je daarmee over. Ja, zeker, absoluut. En dat hebben we ook heel veel, bijvoorbeeld na aanloop van de Ramadan, op het suikerfeest, zag je ook een aantal bestuurders, ook burgemeesters, ook felicitaties overbrengen. Dus dat wordt ook gewaardeerd. Ik zie het ook altijd op mijn tijdlijn Facebook, dat er, mijn burgemeester heeft een woordje ons toegesproken. Dus dat in zo'n crisissituatie, dat ja, geeft ook nogmaals iets van een morele steun. Hè? Ja. Je hebt tegelijkertijd heel veel mensen die van allerlei dingen doen die veel minder werken. Hè? Wat heb je mensen zien doen waarvan je denkt van, ja, het kost je moeite, maar doe het maar niet, want het helpt eigenlijk niet. Ja, nee, kijk, het is natuurlijk, nogmaals, gegeven de crisis, dan iedereen, daar ga je van alles nog wat improviseren. Maar je zag op een gegeven moment inderdaad nog, vooral omdat je ook niet goed kunt definiëren, nou, welke doelgroep moet ik aanspreken, dat nog op de oude lees nog dingen gaan vertalen, brochures, of dat er websites worden opgetuigd in verschillende talen, denk ik, nou, ik weet niet of daar heel veel mensen op zitten wachten. Dus denk ik van, nou, is dat eigenlijk effectief? Dus denk ik misschien de vraag voor later om dat te evalueren. Je zag ook, bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, die met de goede bedoelingen ook een busje, en dat er iemand ging omroepen in verschillende talen, blijf thuis, afstand, dat soort dingen. Maar dan werd dat afgedrukt, dus de belettering was in het Arabisch, maar het was helemaal geen Arabisch, dus dan mensen op een gegeven moment dat ook belachelijk maken. Dus krijgen dat soort effecten. Dus in de snelheid die... Ja. Nou goed, dat is, het schijnt met hoe dat afgedrukt is, dat het niet goed gegaan was. Maar dus hier zit ook een soort van, we hebben hier een gemeenschap, of misschien ook statushouders, die beheersen de andere talen, die moeten we op een manier bereiken. Maar ik vind het belangrijk, echt de menselijke factor, die kan echt veel meer verschillen maken. Dus ook sleutelfiguren, organisaties van minderheden en vluchtelingen, die zou je echt meer betrekken en ook een podium bieden in het verkondigen van die boodschap, die echt altijd vertraagd overkomt. Dat is echt een probleem. Ja. En tegelijkertijd ook het signaleren wat de effecten zijn. Want natuurlijk een lange termijn effect, die gaan we nog hard voelen. En ik denk van nou, benut ook de komende periode om ook in gesprek te treden met de gemeenschap, hoe ze het hebben ervaren, wat zijn de belangrijkste zorgen. Dus dat, ik denk dat eigenlijk het werk moet nog beginnen. Ja. Nu zijn we een beetje aan de lock-out fase. Je ziet dat scholen weer open gaan, maar ook daarover wordt gecommuniceerd en je merkt ook daar wordt lang niet iedereen bereikt. Er zijn ook ouders en kinderen die ouders die beslissen om hun kinderen thuis te houden, die ook zich baseren op buitenlandse media soms, of op Facebook, of, hè, maar die halen hun informatie elders vandaan. Die hebben het gevoel van, dit is gewoon niet veilig. Ja. En wat zou je, als je nou dit voorbeeld bij de kop neemt, hè, wat zou je bestuurders, je bent wethouder onderwijs, je zit nu te kijken, wat zou je die mensen aanraden om de zomer voor te benutten? Dus hoe ga je dit oppakken? Je hebt dus meer het inhalen van onderwijsachterstand en betrekken van de leerlingen en de ouders. Ja, en ouders die zeggen van ja, je kunt wel zeggen dat ik weer naar school mag, maar ik vind het eigenlijk nog niet veilig. Ja. Ik lees of ik zie op tv dat het nog niet kan. Ja, ik weet of dat de situatie nog steeds zo... Zo geldt. Ik weet inderdaad, vooral na de heropening van de scholen, natuurlijk ook het eerst en daarna voltijd, zag je inderdaad een groep kwetsbare ouders, gezinnen die dit niet aandurfden. Ik moet eigenlijk onderzoek moet uitwijzen wat de knelpunten waren, zodat die ouders eigenlijk die overstap niet durfden. Maar een van de dingen wat ik net vertelde is echt die vertraagde boodschap die natuurlijk aankomt bij deze ouders. Omdat ze natuurlijk ook niet optimaal gebruik kunnen maken van informatiekanalen en communicatiekanalen die er zijn. Maar ook inderdaad af en toe ook
ja, toch verhalen meekrijgen, of dat nou sociale media of vanuit herkomstlanden, dat echt een beetje de angst te veel is gaan zitten onder de huid van deze mensen. Dus ik denk dat het goed is om dat te onderzoeken waar het aan ligt. Ik denk dat ondertussen dat dit probleem minder problematisch is. Okay. Ik denk dat het ook ingezet is ook door de gemeentes. Inzet van leerplichtambtenaren, maar ook sleutelfiguren, maar ook ouders die dat wel doen, ook andere ouders zich maar overtuigen, een beetje nemen. Dus echt de stand van zaken heb ik op dit moment niet. Maar altijd is het belangrijk om toch met deze ouders eigenlijk direct in contact te komen. Gewoon opzoeken, onderhouden van relaties met natuurlijk zelforganisaties en netwerken in de wijk waar deze ouders ook in verkeren. Ja, wat je in het begin zegt is ook van, die vertraging die hoort eigenlijk gewoon bij. Maar wat je zag, zodra het opging, het speelt even heel snel heel hoog op. Ja. Auto's komen niet in school. Ja. Maar eigenlijk zeg jij, die vertraging hoort erbij. Dus hou er rekening mee en ga onderzoeken waar het aan ligt. Ja. En ook extra inzet daarop, ja, als je dat signaleert. Ja. Ja. En maak contact, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Zijn er voorbeelden die tijdens de corona zijn opgekomen waarvan je zegt dat zou wel mooi zijn? Dat is een vreselijk woord, vind ik het, maar het nieuwe normaal. Hè? Dus dat je zegt, van, dat zou er eigenlijk na corona mee door moeten gaan. De manier waarop we nu communiceren, dat is eigenlijk iets waar we ons voordeel mee kunnen doen, ook post-coronatijd. Ja, nou, ik denk vooral inderdaad die boodschap die op een gegeven moment echt inclusief was, ook namens natuurlijk ook de regering, maar ook de burgemeesters en lokale bestuurders hebben aangepakt. Van we doen het samen, eigenlijk maakt niet uit welke achtergrond. Dus dat sprak ook heel veel mensen aan. Maar ook in de momenten dat ook een bepaalde groep in de samenleving toch een waarde hecht aan een feest of aan een gelegenheid, dat je dat ook aangrijpt om toch als samenleving of als bestuurder daarbij stil te staan, ook een hart onder de riem te steken. Ik denk dat ook toch de inzet van heel veel sociale professionals, die natuurlijk ook keihard hebben gewerkt om op iedereen erbij te betrekken, dat vergeten we heel vaak. Dus natuurlijk ook mensen ook in de zorg, bij de politie en dergelijke, ook ontzettend veel werk geleverd, maar ook heel veel ook sociale professionals en sleutelfiguren. Ik denk dat we dat moeten vasthouden en ook straks ook naar andere uitdagingen in de samenleving. Inderdaad, is inderdaad gerefereerd aan het racisme debat. Ja, en daar zit ook natuurlijk ook heel veel te winnen op het gebied van naar elkaar luisteren, een gelijkwaardig gesprek. Dus ik zal de bestuurder zeker deze boodschap meegeven. Investeer ook in dat gesprek. Door te luisteren. Door ook de pijn ook mee te voelen. Ja. 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 Ik ga even kijken naar Nelleke. Of er nog vragen zijn. Want ik kan het eigenlijk niet zo goed lezen. Wat er op het scherm staat. Dus ik moet dat gokken. Ja, er is één vraag binnengekomen. Van Ila Kassem. Een aantal vanzelfsprekendheden. Bijvoorbeeld begraven worden in land van herkomst. Gaat wellicht verdwijnen. Is het SMN in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties bezig met een nieuwe agenda voor dit, in dit geval, Marokkaanse Nederlanders? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik zei het ook net in het begin van mijn verhaal van die realiteit heeft de islamitische gemeente geconfronteerd met dit nieuwe verhaal. En je ziet zeker vanuit religieuze hoek, dus moskeeorganisaties, maar ook imams die zich ook daarover filosoferen, maar ook initiatieven van begraafplaatsen die eigenlijk dit ook verder willen brengen. En dat is een goede ontwikkeling. Dus ik denk dat we die ontwikkeling zeker moeten versterken. SMN is altijd voorstander van het aanjagen van eigen emancipatie. Natuurlijk ook op basis van keuzevrijheid. Het is altijd een groep, zeker de eerste generatie misschien ook, die ook een bepaalde binding met het land heeft, die dat nog wil koesteren. Dat is ook een groot goed. Maar ik denk dat een groeiende behoefte, daar moeten we denk ik goed naar kijken. Maar ook lokale bestuurders, maar ook landelijke overheid, om te kijken, ja, wat kan dan gedaan worden om het een en ander te faciliteren. Want het is natuurlijk ook, er zijn ook een aantal vereisten of religieuze vereisten vooral,
theologisch. Ja, van je moet eeuwig graf rusten en nog een paar van dat soort dingen. Dus ja, dan moet je natuurlijk ook een gesprek met elkaar. Hoe ga je dat doen? In Nederland waren natuurlijk ook de grafrechten volgens mij maximaal 30 jaar zo gelden. Dus daar ligt ook nog een gesprek over van, nou, hoe doe je dat dan? Ja. Spannende ontwikkeling dan. En, maar het is ook een ontwikkeling naar, als je hier begraven wordt, is dat een ontwikkeling verder volgende stap eigenlijk in van je hier thuis weten, zelfs na je overlijden. Is dat... Ja, nee, absoluut. Dus, volgens mij heeft dat ook een keer Abu Talib ook gezegd, mooi gezegd, van eigenlijk het hier begraven worden, dat is eigenlijk een soort ultieme, ultieme resultaat van eigenlijk binding met het land. Want je bent echt je aard letterlijk en figuurlijk dan. Ja, mooi. Goed, dan zijn we aan het eind van dit gesprek. Dankjewel, Habib. Graag gedaan voor je betoog en voor je inzichten in hoe het in die gemeenschap ook is geland in die spannende tijd. Eén vraag tot slot. Hè. Dus, we hadden net even over dat nieuwe normaal en wat daarin verandert. Ik was ook wel benieuwd, als je kijkt naar wat de afgelopen periode is gebeurd en je kijkt naar wat de bestuurders die ook nu kijken te doen hebben. Wat zou je aanraden aan die bestuurders om de komende tijd, we hebben nog 2 jaar in deze bestuursperiode, om de komende 2 jaar te doen om de vruchten die dit ook heeft opgeleverd, hè, meer verbinding, meer contact, echt te plukken. Dus wat zou jij die mensen aanraden, als, bij wijze van spreken als agenda, je hebt nu dat contact gemaakt, doet dat, wat zou je ze aanraden? Ja, dus eigenlijk bijna een dooddoener. Gewoon inderdaad blijven in contact, ook voor een gesprek wat er leeft. Inderdaad, heel veel groepen van ondernemers tot mensen in zware problematiek, die gaan de gevolgen van de corona voor een lange periode voelen. En probeer daar plek te geven in het beleid. Het is af en toe wat ik merk. Je moet ook op dat gevoel van onbehagen op wegnemen. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. En natuurlijk, je kan als lokale overheid niet alles oplossen. Maar het is belangrijk dat je ook weet wat er leeft en ook gezamenlijk ook oplossingen kunt verzinnen. Ja. Helder. Dankjewel. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Ja. Tot de volgende keer. Dankjewel. We gaan over naar, ik weet eigenlijk niet waar het is, Yolanda Asmeretio. We gaan naar haar thuis. Zij is onderzoeker bij het Vrij Jonker Instituut en verbonden aan KIS, dat staat voor Kennisplatform Integratie en Samenleving. Misschien goed om even te beginnen met de vraag. En voor mensen die vragen hebben aan Yolanda, dat kan dus via de chat worden aangereikt. Is het even goed om te beginnen met de vraag wat jouw onderzoeksveld is. Dus waar ligt jouw expertise, Yolanda? Ja, dankjewel. Ik bel vanuit Beeldhoven trouwens in. Ik ben bij het Vrij Jonker Instituut betrokken bij veel evaluatieonderzoek naar programma's gericht op het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en uiteindelijk de participatie. Onder andere voor mensen met een migratieachtergrond. Waaronder ook bijvoorbeeld inburgeringsprogramma's voor statushouders. Daarnaast ben ik bij allerlei andere velden, onderzoeksvelden betrokken, zoals huiselijk geweld, seksueel geweld. Ik heb hiervoor ook veel onderzoek gedaan naar ervaring van cliënten met de gezondheidszorg en maatschappelijke opvang en ondersteuning. Ook vanuit het perspectief van cliënten met een migratieachtergrond. En daarnaast ben ik nog bezig met mijn proefschrift. En dat gaat over organisatieontwikkeling door internationale uitwisseling tussen zorgorganisaties. Dus ik heel nieuw veel eigenlijk, Ja, nou, het heeft wel zeker wel raakvlakken. Maar ik heb een brede interesse en een brede onderzoekservaring. Ja. Je deed voor het kennisplatform Integratie en Samenleving een onderzoek naar communicatie tussen gemeenten en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond. Een heel mondvol laagtaalvaardige burgers. Wanneer ben je laagtaalvaardig? Wat kun je dan niet? Of hoe werkt dat? Ja, lage taalvaardigheid moet je eigenlijk altijd in relatie zien tot een bepaalde behoefte. Dus afhankelijk van die behoefte kun je spreken van voldoende of onvoldoende taalvaardigheid. Dus bijvoorbeeld als je een bepaald beroep moet uitoefenen, dan heb je daar een bepaalde taalvaardigheid voor nodig. En dan kan je dus spreken van voldoende of onvoldoende taalvaardigheid.
Dus het gaat om het begrijpen en analyseren van taal, maar ook om het adequaat handelen op basis van die informatie. Dus in het geval van communicatie tussen gemeente en burgers gaat het om voldoende of onvoldoende taalvaardigheid om de informatie vanuit de gemeente goed te begrijpen en de juiste acties te kunnen ondernemen die van de gemeente verwacht wordt. Heb je een voorbeeld, waar gaat het dan bijvoorbeeld mis als je laag taalvaardig bent en de overheid communiceert met je alsof je wel taalvaardig bent? Nou, bijvoorbeeld door brieven. Dus mensen krijgen brieven op hun deurmat waar ze eigenlijk niks van begrijpen. Dus het is in moeilijke taal opgesteld. Er staat niet echt een nummer waar mensen naartoe kunnen bellen met vragen. En mensen die laag taalvaardig zijn, die kunnen daar heel grote problemen mee hebben. En ook in een soort van inactiviteit komen. Dus bijvoorbeeld alle brieven die ze krijgen dan maar op een stapel in de hoek leggen. En dan is er echt eigenlijk iemand nodig die met ze die brieven gaat lezen. En ze uitlegt wat er moet gebeuren. En de helft van de brieven zal om brieven gaan waar misschien helemaal niks hoeft te gebeuren. Maar mensen die laag taalvaardig zijn, die hebben moeite om te zien wat is er urgent en wat is er niet urgent. Dat is een voorbeeld. Ja, en nu specifiek hebben jullie gekeken naar laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond. Maakt dat verschil of je in de aanpak of iemand een migratieachtergrond heeft of niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk persoonlijk dat het misschien wel moeilijker is om mensen zonder migratieachtergrond en een lage taalvaardigheid aan te pakken. Want die doelgroep is veel moeilijker te vinden. Daar heerst vaak een groot taboe. Die mensen zijn dus verborgen, hebben een manier gevonden om door het leven te gaan, vaak zonder dat zonder dat mensen weten dat ze eigenlijk heel moeilijk kunnen lezen. Dus ik denk dat het veel moeilijker is om die doelgroep te bereiken. Bij mensen met een migratieachtergrond is het denk ik minder taboe. Als je gewoon een andere taal spreekt en met een andere taal bent opgegroeid, dan is er ook wel begrip voor dat je misschien minder goed Nederlands kan. Of in ieder geval wordt er niet van uitgegaan dat je een bepaald taalniveau in het Nederlands hebt. En veel migranten of veel mensen met een migratieachtergrond zijn ook vertegenwoordigd in zelforganisaties. Dus zoals SMN. Dus dan is er ook een aanspreekpunt. Dus okay. Ik denk dat het makkelijker is om mensen met een migratieachtergrond in ieder geval in het vizier te krijgen en om daar contact mee te maken. Ja. Jullie hebben bij dat onderzoek waar we het nu over hebben, het onderzoek heeft als ondertitel een groot gat tussen de systeemwereld en de beleving van de inwoners. En je hebt eigenlijk vier velden onderzocht. Dat is het bereik van de laagtaalvaardige groep. De toegankelijkheid, hè, kan deze groep de informatie überhaupt vinden? De effectiviteit, hè, wordt het begrepen? En de beleving, van voelen mensen zich gehoord en begrepen? Dat grote gat, waar zit dat? Ik denk dat het grote gat zit bij de kennis van de gemeente over die belevingswereld. Van laagtaalvaardige mensen met een migratieachtergrond in hun gemeente. En misschien ook wel verkeerde veronderstellingen over die belevingswereld. Dus de veronderstelling dat mensen het wel begrijpen, dat je boodschap wel aankomt, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Want als die kennis er niet is, dan weet je dus niet of je informatie wel mensen bereikt, of hoe toegankelijk je bent, of dat je informatie wel wordt begrepen, en hoe mensen het contact met jou beleven. Dus hoe meer contact er is eigenlijk, hoe meer kennis je kan opbouwen over hoe die communicatie eigenlijk verloopt. Ja, en dat betekent dus eigenlijk, je veronderstelt dat je begrepen wordt, en dan ga je dus gewoon door op de weg van, nou, ze zullen de brief wel hebben gelezen, ze zullen nu wel, zeg maar, de OZB gaan betalen, noem maar een voorbeeld, hè? Dus, maar dat is allemaal niet aan de hand. Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente, hè, wat kun je doen om vroeg te signaleren of je mensen echt bereikt hebt en je echt begrepen bent? Dus wat moet je eerder in het probleem, zeg maar? Ja, daarbij, toen ik luisterde naar het verhaal van Habib, toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk wat wij uit dat onderzoek hebben gevonden. Dat eigenlijk de beste manier om die brug te overbruggen is door mensen in te zetten die een brugfunctie vervullen. Dus dat kunnen zelforganisaties zijn of sleutelpersonen. Of nou ja, in Haarlem heb je wijkcontactvrouwen die Arabisch spreken en die heel toegankelijk zijn. Die ook outreachend werken, proactief zich opstellen.
Dus dat mensen in hun eigen buurt echt dat menselijke contact inderdaad kunnen hebben. Dat is heel belangrijk. Dus dat niet alles schriftelijk gaat, want dat lukt niet. Maar er is ook echt een behoefte om gewoon met iemand te kunnen praten. Dus toch die menselijke factor is denk ik de manier om die brug te overbruggen. Oké. Okay. Ja. Wat zie je gemeenten doen waarvan je denkt van ja, dat is dus echt bij wijze van spreken beginnersvak nummer 1. Als je weet dat deze groepen in je samenleving aanwezig zijn, doet het nou niet? Ja, dat heeft toch in het algemeen te maken met het leggen van de verantwoordelijkheid bij de burger. Dus er echt van uitgaan van oké, ik heb aan mijn plicht voldaan, want ik heb mijn informatie gedeeld. En daarbij heel erg de verantwoordelijkheid ook nadrukkelijk bij de burger leggen. Dus je stuurt een brief en je gaat er echt van uit dat iemand die dat niet begrijpt, dus zelf manieren zoekt om er wel uit te komen. En ook bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen op gesprek. En dan de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld een tolk bij die persoon zelf te leggen. Dus ik zou veel liever die functie van een tolk meer bij de gemeente, dat die tolken kan inschakelen. Oké, okay. Dan is misschien zo meteen ook een vraag aan Marie-Thérèse over of zij dat ook zo vindt. Maar en je vertelde in het voorgesprek dat veel gemeenten werken met zo'n 14 nummer. Hè, dus dan, en dan moet je daarna moet je gaan intoetsen in welke gemeente je precies woont, want die hebben vaak hetzelfde nummer. Wat, je bent geen voorstander van dat soort toetstoestanden. Nee, precies. Dus naast mensen inzetten die brugfunctie kunnen vervullen, zou ik bijvoorbeeld bij brieven heel graag zien dat, dit komt trouwens van iemand uit een zelforganisatie in Haarlem, dit idee, dat er een standaard kader komt met bepaalde icoontjes waarop staat hoe urgent is dit, wat is de deadline, moet ik hier actie op ondernemen, en een direct nummer naar een persoon waarmee je kan praten. En ik denk dat we nu ook de laatste maanden hebben gezien dat dat heel goed ook via WhatsApp kan. Dus dan is het nog iets persoonlijker en toegankelijker. Dus dat er niet een algemeen nummer is waar mensen inderdaad door een menu moeten. Zeker niet een computermenu. Of waar ze in moeten spreken welke gemeente ze überhaupt zoeken. Want dat is gewoon echt heel lastig voor laagtaalvaardige mensen met een migratieachtergrond. In ja. Haarlem was het voorbeeld van mensen zeiden dan Haarlem. En dan kwamen ze bij Arnhem uit. En dan uiteindelijk kom je misschien wel bij iemand terecht. Maar dan ben je al een half uur verder. Dus niet iedereen heeft daar zin in. Ja, haken mensen ook misschien wel af. Precies, ja. Ja, ja. En als je in die route doorgaat, wat hebben jullie de gemeente Haarlem aanbevolen eigenlijk om op basis van dit onderzoek te doen? Dus wat waren jullie belangrijkste aanbevelingen? Meestal onderzoek zegt trouwens altijd dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Maar jazeker. Kunnen we overslaan, dat is hebben we die benoemd. Ja, zeker. Dus het gaat om het zicht krijgen op de effectiviteit van de communicatie. Dus daar kan je altijd meer onderzoek naar doen of het goed landt. En waar het niet goed landt, waar het wel goed landt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de doel van je informatie. Het afstemmen van de communicatie. Dus ook in contact kan er wel cultuursensitiever gewerkt worden. Dus ook met mensen die goed Nederlands kunnen, is er soms meer cultuursensitiviteit nodig. Hoe gaat dat mis dan? Als je niet. Ik krijg me dan telefoon met een andere culturele achtergrond. En waar kan ik de mist in gaan als ik niet cultuursensitief ben? Dus wat doe ik dan verkeerd? Nou, bijvoorbeeld dat meer met één-op-één gesprekken. Ik heb gehoord dat er veel mensen zich een beetje wantrouwen hebben tegenover officiële instanties. Bij bepaalde groepen dat het ook groter wordt. Bijvoorbeeld ik doe veel onderzoek bij statushouders. Dan zie je bijvoorbeeld bij de Eritrese statushouders dat er veel wantrouwen is. En als mensen op een meer cultuursensitieve manier worden benaderd, dan kan dat wantrouwen minder worden of weggenomen worden. Maar dat staat vaak voor mensen in de weg om contact te zoeken met een gemeente. Of het komt ook veel voor, en dat kwam in Haarlem heel erg naar voren, dat er bij zo'n één-op-één gesprek vanuit werd gegaan dat informatie goed werd begrepen. En dat er eigenlijk niet een informatiecheck werd gedaan. Dus niet gevraagd van, begrijp je de informatie? Kun je de informatie misschien in je eigen woorden herhalen?
En dat er vaak ten onrechte wordt uitgegaan van dat een boodschap overkomt. Ja. En dan gaat dus iemand de deur uit met het idee van... ik weet het niet precies, en degene die achterblijft in het gemeentehuis... die denkt van, nou, ik heb het toch goed verteld. Ja, precies. Ja. Dus dat was heel opvallend dat professionals eigenlijk zeiden van... nou, ik geloof niet dat er problemen zijn met die communicatie. Terwijl we van migrantenzelforganisaties horen dat heel vaak mensen ja zeggen... ja, ik heb het begrepen, maar eigenlijk begrijpen ze het niet. Dus dat is wel... Dat is niet het beleefde antwoord om te zeggen... iemand heeft net zijn best gedaan om jou iets uit te leggen... om dan te zeggen van, nou nee, dat heb ik toch niet... Dat we het eigenlijk toch niet helemaal begrijpen. Of helemaal niet begrijpen. Maar ik moet wel zeggen dat Haarlem al heel veel goed doet. Dus er wordt al heel veel samengewerkt met allerlei partijen. Er is ook een klankbordgroep met migranten. Dus Haarlem is eigenlijk wel een best practice gemeente. In de zin van dat er heel veel samen wordt gewerkt met dus mensen die een brugfunctie vervullen. En in de laatste tijd is dat ook nog meer geworden. Er zijn sleutelpersonen aangesteld. En ook is er best wel veel contact tussen bijvoorbeeld wethouders en die migrantenorganisaties. Dus die zijn veel zichtbaarder dan misschien in andere gemeenten. Dat zei Habib ook, hè, dat je als gemeente ook zichtbaar moet zijn en in contact moet treden en luisteren. Dus dat zijn wel allemaal dingen die in Haarlem al heel goed gedaan worden. Dus ik denk dat Marie-Thérèse daar ook wel over kan vertellen. Dus ik denk dat Haarlem al heel erg op de goede weg is. Ja. En als je kijkt naar je onderzoek, waarvan zeg je eigenlijk van dat zouden we eigenlijk beter... Dus Haarlem is een best practice, maar in de breedte in Nederland, gemeenten met grotere groepen, laagtaalvaardige migranten. Wat zou je eigenlijk nog willen onderzoeken? Want die vraag dus sloeg ik net expres over. Ik heb dus echt het idee dat Haarlem een best practice gemeente is. En ik heb niet onderzocht hoe het in andere gemeenten is. Dus we krijgen wel heel veel van maatschappelijke organisaties in het land terug dat deze problemen overal leven. Maar wat precies de verschillen zijn, welke gemeenten het beter doen, welke niet. Dat zou ik best wel meer onderzocht willen hebben. Om daar nog een beter beeld van te krijgen. Ja. Ja. Ik zie in het schijnscherm zelfs dat er een voorbeeld op het scherm staat van de gemeente Amsterdam. Ik kan het alleen niet helemaal voorlezen, omdat ik... niet allebei. Kun je het even vragen of Jolanda aan wil geven of dat een goed voorbeeld is? Nelleke? In de chat staat, in de gemeente Amsterdam was er voorheen grote terughoudendheid om in andere talen te communiceren. Corona was een aanleiding om voor 20 taalgroepen in kaart te brengen waar we als gemeente goede contacten hadden. Na een scan voor deze 20 taalgroepen hebben we in overleg met onze contacten per groep bepaald welke informatie en in welke vorm verspreid moest worden. Dit leidde bijvoorbeeld tot een WhatsApp-spraakbericht voor de Ghanese gemeenschap en vlogs in het Marokkaans, Arabisch of Berbers. Mijn hoop is dat er voortaan meer ruimte is om in andere talen en andere vormen informatie te verspreiden. Zou dit een goede route zijn voor andere gemeenten om het op deze manier in beeld te brengen? Wat werkt bij de ene groep en wat werkt bij de andere groep? Ja, zeker. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van dat je eerst in contact treedt met... dus dat je niet zomaar zelf iets gaat bedenken, maar je moet altijd even polsen bij die doelgroep. Welke manieren werken er nou? Dus als de Ghanese gemeenschap geen WhatsApp gebruikt, dan werkt het natuurlijk niet. Dus je moet altijd inderdaad met de doelgroep zelf om tafel om te kijken wat is nou de beste manier om een bepaalde boodschap te communiceren. Ja. Even nog... Naar jouw onderzoek, dat is in het kader van het KIS gedaan. Is het wel interessant voor andere gemeenten ook te weten hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Want dat is iets wat het KIS doet en dat is ook waar andere gemeenten bij aan kunnen kloppen. Kun je iets vertellen over hoe jullie dat doen met KIS? Ja, KIS heeft eigenlijk per jaar een vaststaand onderzoeksprogramma. En dat wordt ook door allerlei veldpartijen wordt dat ingegeven, wat daar de inhoud van is. En dan wordt het met het ministerie van SZW besproken. Dus dat wordt echt, dat is een proces van een jaar, dat er dan weer een volgende programmering komt voor het volgende jaar. Maar daarnaast is er nog een portaalfunctie. En daar kunnen tijdens het jaar kunnen de vragen vanuit de samenleving worden opgepakt om ad hoc wat kleinere onderzoeken uit te voeren. En dit was een voorbeeld van een portaalvraag. Dus dat kwam vanuit een beleidsadviseur in Haarlem. Dus om te kijken hoe gaat nou die communicatie in onze gemeente. Daarbij is het wel belangrijk dat het een vraag moet zijn die ook voor andere
groepen in Nederland interessant zijn. Dus niet dat het een heel lokaal probleem is, maar dat het ook informatief is voor anderen. Ja. Ja. Oké, helder. Dankjewel. Even kijken, volgens mij zijn we zo wel door de vragen heen. Dankjewel Jolanda voor je antwoorden. En via de VNG Forum zal ook een link worden geplaatst. VNG Forum Diversiteit, waar iedereen die in lokaal bestuur werkt lid van kan worden. Zal ook een link worden geplaatst met het onderzoek van het rapport wat Jolanda heeft geproduceerd met een groep. We gaan naar Haarlem, we gaan naar een woonboot toe volgens mij. Klopt dat, Marie-Thérèse? Ja, goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Ja, ik lig in het Spaar, ik woon op een woonboot. Ja, ja. Je bent wethouder in Haarlem. Wat is je portefeuille? Mijn portefeuille is zorg, welzijn, volksgezondheid, ouderen, cultuur en sociaal domein breed. Oké, dus je hebt eigenlijk een behoorlijk brede... Ja, het is een heel, heel zacht pakket, zoals we dat noemen. Hè? Weinig stenen, hoewel ik wel de woningcorporaties ook onder mijn hoede heb, maar het hele zachte deel van de maatschappij eigenlijk. Samen met een andere wethouder die verantwoordelijk is voor het jeugddomein. Ik ben vooral voor de volwassenen, jongvolwassenen en ouderen. Ja, ja. Jullie hebben het onderzoek van KIS gevraagd en gekregen. Ja, rapport. Wat hebben jullie daarmee gedaan? Nou, wat Jolanda net al zei, het is best wel een hier in Haarlem goed uitgewerkt. Ik denk dat wij heel veel kennis al delen, ook nou, als ik het even intern zal houden, sowieso ook met onze ambtelijke organisatie, omdat ik denk dat daar ook wel sleutels zitten in weten hoe je omgaat met dit soort problematiek op het gebied van taalvaardigheid bij migranten, dat dat al heel belangrijk is. Nou ja, we hebben ook specifieke ambtenaren die hiermee aan de slag zijn en ook wel nou, met een chique woord crossovers doen. Dus niet alleen binnen één bepaalde afdeling hier actief mee zijn, maar op vele terreinen binnen de gemeente. We proberen nou ja, op alle terreinen, binnen cultuur, binnen de zorg, ja, dit soort vraagstukken heel goed op te pakken. We hebben bijna al onze ambtenaren op een B1-cursus gestuurd. Wat? Een B1-cursus, om het maar eens even plat te zeggen. Nou, om zo begrijpelijk mogelijk je stukken te maken en zo begrijpelijk mogelijk je folders, zo begrijpelijk mogelijk je besluitvorming op papier te zetten, zodat nou ja, iedereen begrijpt waar je het over hebt en waar onze informatie naar buiten gaat, ook zo begrijpelijk mogelijk te maken. Ja. Vooral in deze periode denk ik wel heel erg belangrijk, omdat de hele corona natuurlijk zorgde voor non-communicatie. We konden niet meer communiceren met elkaar, omdat we elkaar niet meer konden ontmoeten. Dus dan moet je helemaal creatief worden. Ja, ja. Even gewoon naar je werk als wethouder. Hè? Er komt zo'n lockdown. Wat gebeurt er eigenlijk met je werk? Ja, er gebeurt heel veel. Allereerst natuurlijk dus hetzelfde als alle Nederlanders, denk ik, een soort shock toen Rutte niet alleen de horeca sloot en de musea, maar dat we allemaal opgesloten werden. Dus de eerste dagen ben je toch echt wel van slag. En wat er ook gebeurt is dat er een hele structuur van crisis ontstaat in een gemeente, waarbij de burgemeester een soort opperbaas wordt en je als wethouder eigenlijk een beetje op de reservebank geplaatst wordt. Dus je bent eigenlijk vanaf dag één, ja, je bent echt onthand. Kijk, mijn wethouderschap, ik ben echt een vette bofferd dat ik wethouder mag zijn. Maar dat is vooral leuk omdat je gewoon heel veel mensen mag ontmoeten. Ja, ja, in een totale lockdown, ik zag helemaal niemand meer. Dus behalve mijn collega's en zo wat videobellen, zoals we dat nu doen, was het echt op een hand te tellen. Ja, en, ja, onze tak van sport is toch vooral contact maken en mensen ontmoeten en mensen spreken, op je fiets de stad in.
Ja. En dat hebben we toch in 3 maanden echt nauwelijks of niet kunnen doen. En wat, want als je voor dit vraagstuk komt, wat betekent dat voor de voor je werk in de zin van, we hebben het net met Habib ook gehad over dat contact maken, is toch eigenlijk dé manier om verschillende groepen te bereiken, om iedereen te bereiken. Ja. Dus ja, in de eerste instantie ben je onthand, maar op een gegeven moment kom je in beweging, neem ik aan. Ja. Ja, dat gaat eigenlijk ook weer heel snel, maar wel allemaal digitaal. Hè? We hadden natuurlijk ook wel een voorbeeldfunctie daarin te nemen. Dus wat er heel snel opgetuigen was, van hoe communiceren we met onze inwoners deze ingewikkelde dingen? Want wij kunnen begrijpen wat 1,5 meter is. Maar dat moet je gewoon heel fysiek maken. Dus je moet Haarlem is het op de grond gaan spuiten bij fietspaden. We zijn borden gaan plaatsen. We zijn folders gaan uitgeven. Het is al een paar keer vanmorgen aan bod gekomen. Ook in andere talen gaan communiceren. In principe waren wij, denk ik, net zoals Amsterdam, toch wel afgestapt van een heleboel in verschillende talen dingen communiceren. Maar ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Je kan niet aan iemand die de taalvaardigheid niet heeft, anders niet uitleggen wat een lockdown betekent. Ja. En de zorg was toch wel om heel snel, ook via allerlei figuren, zoals sleutelfiguren, mensen die de contacten hadden, toch heel snel hele korte, krachtige folders uit te geven. Met vooral heel veel picto's, hè, mensen met een mondkapje, mensen met handen wassen, mensen met 1,5 meter afstand, gewoon via plaatjes, zoals je het uitlegt aan een kleuter, zoals je het uitlegt aan kinderen, zoals je uitlegt aan mensen met een beperking. Daar, die behoefte hadden we natuurlijk zelf ook. Ik bedoel, ja. Het was al moeilijk genoeg. Ja. En als je dan kijkt naar je eigen portefeuille, wat zag je dan als jouw belangrijkste opgave in dat, vanuit jouw werk als lokaal bestuurder? Als eerste toch zorgen dat de zorg goed ging. Dus ik ben heel terughoudend geweest in eerste instantie om allerlei mensen voor de voeten te gaan lopen en op bezoek te gaan. Maar wel via telefoon te horen van hoe gaat het bij de zorg, hoe gaat het bij de zorg thuis, kan dat nog doorgaan? Hoe zit het in de verpleeghuis, hoe is het bij het ziekenhuis? En langzamerhand is dat uitgebreid naar de andere partners in de stad waar ik mee te maken heb. Dus we hebben heel veel gebeld. Ik heb heel veel directeuren gebeld van instellingen, veel mensen gebeld van hoe gaat het met je, heb je nog wat nodig, moeten we mensen met elkaar in contact brengen. Wat ik ook al heel snel voelde was, ook al zaten we midden in de crisis, was het toch een gevoel van hoe gaat het straks worden? Want heel veel mensen achter de deuren, net zoals ik achter de deur zat, zijn wel in staat om hun buren of hun familie te bellen. Maar er zijn ook hele groepen die waren niet in staat om contact te hebben. En die vereenzaamden denk ik nog meer dan ze al vereenzaamd waren. En die groep, daar maakte ik me wel het meeste zorgen om. En kun je daar met die zorg iets doen? Ja, wat wij al gedeeld hebben vooraf, vertelde ik je dat ik eigenlijk al heel snel zei, ik wil eigenlijk een soort ontmoetingstafel maken met verschillende partners uit de stad, vooral op het gebied van de zorg en welzijn, om met elkaar te kijken van wat hebben we nou geleerd van de crisis? Wat zullen we doen als de volgende crisis zich aandoet? Wat gaan we beter doen? En wat is onze grootste zorg? En ik begreep heus wel midden in de lockdown dat niet georganiseerd kon worden. Dus we hebben even gewacht. Maar we zijn vorige week wel met die tafels begonnen. Om met elkaar te delen van wat ging er goed? Ja, daar kun je je lessen van leren. Wat ging er niet goed? En wat moeten we volgende keer beter doen? En waar ligt de zorg? En de zorg ligt toch vooral, als ik het zo hoor, in de verborgen achter de deuren. Mensen die toch vraagverlegen zijn, mensen die toch zorg mijden. En we kunnen nog niet zo goed inschatten hoeveel.
Of dat dat hele grote groepen zijn. Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Dus we hebben ook nog een heleboel niet in beeld. Ja, ja. 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 Ik zit even naar het scherm te kijken. Ik zie dat Frans een vraag heeft. Maar zou je hem willen voordragen? Ja, klopt. Een vraag van Frans. Wat leren jullie uit de zelforganisatie vanuit de behoeften van de doelgroepen? Wij praten over hoe we doelgroepen kunnen bereiken, maar hoe gaan we om met een doelgroep die terugpraat en taken oppakt waar overheden en organisaties regie over hadden? Ja. Wat wij hier in Haarlem hebben, dat vertelde Jolanda ook al, is inderdaad een hele, we hebben een stuk of 15, 20 migrantenorganisaties. Zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties, waar we heel, heel regelmatig mee aan tafel zitten. Dus heel veel ontmoetingen organiseren. Zodra er een feestje is, vieren, zeg ik altijd. Het maakt niet uit of het met 10, 20 of 100 man is. Kom bij elkaar, ontmoet elkaar. Want ik ben er heilig van overtuigd dat in die ontmoetingen, daar gebeuren de zaken. We hebben vorig jaar een heel groot feest gehad van Zohor. Is heel groots gevierd. En Zohor is een vrouwenorganisatie, een belangengroep voor Marokkaanse en Arabische vrouwen. Die bestonden 20 jaar, die hebben een heel groot feest gevierd met zijn muziek en eten en dans. Daar zat 1500 man in de zaal, in de grote Philharmonie in Haarlem. Dat waren allemaal migranten. Ik denk, als je niet je cultuur op dat moment naar voren brengt, hè? Niet de Nederlandse cultuur, maar alle culturen, hè? De Marokkaanse, de Turkse, noem maar op. Als je dat niet etaleert, als je dat niet viert met elkaar, dan doe je zoveel inspiratie op. Daar breng je zoveel ontmoetingen bij elkaar. Nou, dat was één voorbeeld. Maar we hebben ook ambassadeurs van de toegankelijkheid. En dat gaat het niet alleen maar over fysieke toegankelijkheid, maar ook over zijn onze folders leesbaar. En die toetsen we ook met de zelforganisaties. We hebben regelmatig overleg met hun. Hoe kunnen we nog meer de vrijwilligers bereiken bij hun? Hoe kunnen we vrijwilligers met hun in contact brengen? Ja, en dan zitten we gewoon vrijdagmiddag met een kopje thee in een buurthuis. Het is precies wat Jolanda zegt. Wij zijn heel benaderbaar. We gaan als wethouders op pad, de burgemeester gaat op pad. En niet alleen bij incidenten, maar ook bij vieringen en ook gewoon om elkaar te ontmoeten. Ja, mooi. Je zegt dat de aanbeveling van Habib, van zorg gewoon dat je er ook echt bent, die zit al eigenlijk in jullie systeem. Ja. Frans, die schrijft erbij, is eigenlijk een vraag voor alle gesprekspartners. Nu is Habib nog in de studio, dus ik wil eigenlijk de vraag ook wel aan jou stellen, als je het goed vindt. Ja, dus, prima. Ja. De vraag naar, wat doe je met die zelforganisaties die terugpraten? En hoe benut je dat? Dat is eigenlijk heel in het kort. Nee, het is inderdaad getuigd van assertiviteit. Burgers die inderdaad ook een wens, een agendapunt aankaarten. Ik denk het is alleen maar gezond, ook in het kader van onze weerbare democratie. Neem dat serieus. En wat het niet kan, ja, dan is ook niet mogelijk. Zo zijn ook de regels van de gemeente als het gaat om subsidies of andere vormen van ondersteuning. Dus ik denk dat het vooral een goede zaak is. Oké, helder. Dankjewel. Ik ga nog even terug naar de woonboot. Is je wethouderschap nou, denk je, het nieuwe normaal, zeg maar, is er iets in veranderd naar jouw idee? Komen er op punten op andere accentpunten te liggen? Dat denk ik wel. Ik kan het niet helemaal overzien. Maar wat ik bijvoorbeeld al echt armoede vind, is dat we elkaar niet mogen aanraken. Dus je kan elkaar niet fysiek aanraken. Je kan geen hand geven. Je kan geen troost bieden door iemand even een hug te geven. Nou ben ik echt niet een wethouder die iedereen staat te huggen. Maar het feit dat je gewoon elkaar niet fysiek aan mag raken, dat vind ik echt wel een handicap. En dan kan je van alles vinden over aanraken. Maar het feit dat je gewoon een hand schudt, even iemand een hand op de schouder legt. Ik kom uit het onderwijs en daar was het zo vanzelfsprekend om kinderen toch een beetje te steunen. Echt letterlijk een handje op de rug te leggen en even mee te nemen en voor te duwen. Dat is ook in het wethouderschap. Het feit dat je met elkaar aan een tafel
zit te praten, is echt van een andere orde dan wat wij nu doen via dat beeldscherm. Ja. Ik had toch het liefst bij jou gewoon aan tafel willen staan. En je gewoon in je gezicht kunnen zien en voelen. De sfeer. En dat is wel echt iets wat heel erg verandert. Dus ik hoop dat we straks een beetje een hybride vorm gaan vinden. Dat we en een beetje digitaal actief blijven. Want het kan efficiënter via dat digitale kanaal. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat we ook gewoon elkaar weer mogen ontmoeten. En hopelijk toch weer handjes mogen geven. En als dat niet kan, we toch weer wel aan de tafel met elkaar. Want waar we het nu over hebben, de laaggeletterde, de laagvaardigheid bij grote groepen, ook in Haarlem. Dan heb je juist die body language heel erg nodig. Heel erg. Ja. 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 Dus dat zou ik echt verschrikkelijk missen. En je ziet wel dat we verschrikkelijk ons best doen. Ik kreeg gisteren nog allemaal voorbeelden van Pharos, de organisatie die ons helpt om folders op een goede manier te vertalen, om filmpjes te laten zien. Dat is allemaal heel erg goed. Dat zijn echt goede voorbeelden, ook voor ons als ambtenaren, om bewust te worden. Maar ik denk daar aan een loket, daar aan een tafel in een welzijnsorganisatie, daar bij een buurtcomité. Daar gebeurt het. En dan moet je bijna wel zeggen, dan moet je die ontmoetingen hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat ik nu nog 2 jaar wethouder zou zijn zonder enige ontmoeting. Ik geloof dat, mijn beroep is toch echt gewoon contactsporten en ontmoeten. Dus dat kan niet zonder. Ik zie een vraag van Pierre. Ik doe hem even heel in het kort, want ook met het oog op de tijd. Het antwoord is belangrijker dan de vraag. Er worden voorbeelden uit Amsterdam, Haarlem gegeven. Wordt ook gezegd, Haarlem is een best practice door Jolanda. Leren jullie ook van elkaar in deze tijd, hoe je communiceert met deze groepen? Dat moet ik even diep nadenken. Wij zien elkaar als je bedoelt andere steden, ja. Wij hebben natuurlijk regelmatig overleggen met elkaar als wethouders. En we hebben gisteren nog een portefeuillehoudersoverleg gehad over gezondheidszorg. Ja, dan leer je van elkaar. Ja. Je praat met elkaar over, hoe gaat de organisatie van de testen bij jullie? Hoe is het bij jullie met de verpleeghuizen? Dat soort dingen delen we wel met elkaar, zeker. Ja. Waarschijnlijk in de zijlijn nog een klein kritiekpuntje over hoe gemeenten optreden. Dus dat is een vorm van zelfkritiek, geloof ik, van Niels. Die zegt, mijn ervaring is, als we geen subsidierelatie meer hebben, dan zijn we geneigd ze te vergeten. Herken je deze zelfkritiek? Of houden we deze kritiek mooi in Amsterdam? Zo voel ik hem niet. We hebben heel expliciet dit is echt de wethouder die dan spreekt. Bij de aanbesteding voor het nieuwe welzijnswerk, hè, dus de organisaties roep ik altijd maar die het meeste contact in de wijken hebben, hebben we heel expliciet gezegd, daar willen we initiatieven, burgerinitiatieven uit de wijk, heel bewust toevoegen. De vorm geven. Dus het is zeker niet zo dat alleen maar gesubsidieerde instellingen aan tafel zitten. Het zijn juist initiatieven, burgerinitiatieven, die ook kans krijgen om in de subsidierelatie mee te gaan. En ik denk dat moet ook, want anders heb je nooit vers bloed en nooit nieuwe initiatieven aan je tafel. Helder, mooi. Dus een goed idee als Amsterdam op stage komt in Haarlem dan. Van harte welkom. Het is niet ver. Ja, okay. Marie-Thérèse, heel erg bedankt. Graag gedaan. Voor je bijdrage. We houden contact. We spreken elkaar. We gaan naar de twee laatste onderdelen van het programma. Daarvoor is hier Ali Rabarison. Ali is directeur inclusieve samenleving en iets met financiën. Iets met financiën. Ja. Daar ging het eigenlijk de laatste tijd meer over. In betrekking tot VNG, dan over inclusieve samenleving.
Ja, alles heeft zo zijn tijd. Oké, de signaal is gaat. Ja, nee, goed. Maar goed, je ziet natuurlijk wel de enorme druk op het sociaal domein in het kader van de decentralisaties. Die is gekomen op de gemeente. Daarbij, en dat noemen we dan ook nog de opschalingskorting. Dat is een soort efficiëntiekorting die vanuit het Rijk is gekomen richting gemeente. Om ook, ja, gemeenten zouden eigenlijk groter zijn en worden. En dan zou een efficiëntieslag. Ja, dat zo langzamerhand wordt dat 1 miljard. En dat gaat men ook voelen. Dus vandaar dat er toch, nou ja, en de grote opgave in het sociaal domein. En ook nog dit. En plus de corona-aanpak. Hè, dus gemeenten zijn er toch weer gewoon gaan staan. Om ook samen met het Rijk op te trekken. Om te zorgen dat, ja, gewoon die crisis ook met elkaar opgepakt zal worden. Ja. Ja, en dat, nou ja, dat vraagt ook zo zijn inzet en het geld dat erbij hoort. Ja. Dit was de eerste niet-fysieke bijeenkomst. Ja, nou, gelukkig wat? Zie ik jou wel. Ja, wij zijn wel fysiek. Ja. Ja, maar wat, ja. Wat heeft... Dit is dus een try-out eigenlijk. Ja. Wat, heb je, wat heeft het opgeleverd volgens jou? Ja, ik vind het altijd nog wel heel lastig, want ik hou echt wel van ontmoeting en in het echt. Hè, dus echt ontmoeten met elkaar en dan het gesprek. Want dan kan je ook tenminste zien van wie je voor je hebt. En je kan een beetje lezen, ook in wat mensen vinden en doen. En nu krijg je wat teksten, Sophia, eventjes zo'n scherm. Ja, eigenlijk wil je gewoon met de zaal bezig zijn. Dus, nou goed, ik vind dat dit nog een beetje te statisch is, zo'n webinar. Dus ik hoop dat we, als we nog een digitaal... andere instrumenten hebben wel fijner, want dan kan je mensen ook zien en gewoon die interactie gewoon beter doen. En daarna natuurlijk ook toch maar weer starten met een aantal fysieke bijeenkomsten, want dat mag wel wat meer. Ja, ja, maar goed, zo'n eerste keer is gewoon even uitproberen. We hopen ook, zien wel dat er wat meer mensen misschien wel aanwezig zijn. Dat is wel fijn, dus die ook kunnen meeluisteren. Ze hoeven ook niet allemaal te reizen, dus dat scheelt ook wel weer. Dus een, wat ik zo net werd gezegd, zo'n hybride combinatie moeten we toch wel dan maar voor ogen hebben. Ja, ja. De meeste mensen kunnen gewoon thuis een boterham eten zometeen. ja. Even de VNG en SZW hebben samen het programma Divers en Inclusief. En de aanleiding was eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant die nieuwe verscheidenheid, andere vormen van verscheidenheid die optreden. Tegelijkertijd zie je gemeenten ook wel zoeken naar wat zijn mogelijkheden. Ja. We zijn begonnen met een webforum Divers en Inclusief en daarvoor trouwens iedereen die hoe heet dat? Vraag. Adres heeft, vraag heeft, kan daar terecht. Ja. Maar als je een gemeenteadres hebt, dan kun je lid worden daarvan. Anders moet je even vragen aan de postmaster of de webmaster, de snelke. Dus jullie gaan ook aan de slag met een digitale vorm. Ja. Wat beogen jullie daarmee? Wat wil je daarmee? Nou ja, het is een beetje een combinatie van het gesprek blijven voeren. Hè? Dus nou ja, dit soort bijeenkomsten zijn natuurlijk prachtig om te doen. En ook heel snel op de actualiteit te kunnen ingaan en spelen. Maar daarnaast, ja, dan bereik je niet iedereen daarop. Hè? Dus dat is altijd het nadeel van die bijeenkomsten. Je hebt ook altijd bestuurders die heel druk zijn. Dus ja, dan moeten ze net een mogelijkheid hebben om te komen. En juist via zo'n platform, zo'n forum... is ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Nou, je ziet zo'n prachtig voorbeeld wat Haarlem had. Die dus naar aanleiding van ook zo'n crisissituatie een hele mooie aanpak doen is. Ja, en als een andere bestuurder denkt, hé, wat gebeurt er nou? Kunnen jullie dus ook eens even geven, hoe doen jullie dat? Dan kan het ook uitgewisseld worden op zo'n forum. Dus je kunt kennisvragen instellen en dan ook de uitwisseling van ervaringen doen. Plus dat we ook veel meer materiaal daarop zetten. Dus je ziet natuurlijk ook, en we hebben een prachtig portfolio. Dus dit is dan dit is de papieren versie. Maar hij bestaat ook op online. En daar hebben we ook de interviews nu neergezet met de verschillende wethouders die we gehouden hebben over het onderwerp. Wat gaat over de nieuwe verscheidenheid. Wat zij tegenaan zijn gelopen. Hoe zij een soort beleids- of een visienota hebben gedaan en welke praktische vorm ze eraan hebben gegeven. Zodat het ook wat meer gaat leven en mensen ook bij elkaar gewoon de kennis kunnen opdoen. Ja. En het mooie is, we hebben wel de WRR-rapporten gebruikt, zeg maar, als basis. Maar die hebben gemeenten een soort ingedeeld, hè, van de gemeente bijvoorbeeld zoals Rotterdam, waar je al een hele grote verscheidenheid hebt. Nou, er zijn meer steden die er zo uitzien, hè. En je hebt ook gemeentes die bijvoorbeeld aan de grens zitten, die weer heel andere problematieken hebben. Of de gemeentes die juist meer de
mensen hebben die op de arbeidsmarkt terechtkomen. Hè? De mensen meer uit het Oost-Europese gedeelte, ja, van die dan hier naar binnen komen, seizoenarbeiders. Ja, die moet je ook dan huisvesten. Iedereen heeft wel zo'n beetje zo'n kenmerken. En dat hebben we wat ook zo neergezet met ook de, ja, de praktijkvoorbeelden die erbij zijn. Of de kennisvraagstukken die erachter zijn. Zullen we even gaan kijken of we dat in beeld kunnen, ja, krijgen? Hoe dat er in het echt uitziet, zeg maar. Dus we gaan nu naar de site waar het allemaal op te zien is. Dit heet een geokaart in gisteren. We zien allerlei kleuren. Meerderheid-minderheidssteden. Rotterdam is dat. Ja. Voorsteden. Grootsteden. We zijn er bij de meerderheid-minderheidssteden. Ja. Er zijn eigenlijk maar drie van in Nederland. Ja, dat valt eigenlijk wel weer mee, hè? Ja. Maar goed, weet je, het was misschien ook wel goed om te zien. Gisteren is er een onderzoek naar buiten gebracht. Misschien hebben jullie dat ook gezien van Maurice Krul. Super interessant. Dat is een groot Europees onderzoek. En wat je dan eigenlijk altijd ziet, en dat heeft hij heel erg mooi neergezet, een soort combinatie van het politieke debat, zeg maar, hè, wat je dan hoort over de nieuwe verscheidenheid, maar ook over diversiteit. Dat is eigenlijk veel scherper en soms meer polariserend. En het kan ook nog wel zijn in dat stemgedrag dat het ook nog voorkomt. Hè? Dat zag je natuurlijk ook in Rotterdam ook wel. Er zitten toch echt wel hele verschillende partijen, ook soms wel tegenover elkaar. Maar als je dan doorvraagt naar de mensen zelf, zeg maar, hè, wat daar ook is gebeurd, hele enquêtes, dan zie je eigenlijk dat mensen in de omgang met elkaar al veel meer samenleven. Hè? Dus al veel meer gewend zijn aan... Nou ja, dat op scholen ook aandacht wordt gegeven aan de suikerfeest. Dat je op je werk gewoon ook mensen met andere achtergronden hebt. En dat het eigenlijk allemaal best wel goed loopt. Of in je vriendenkring. Of wat. Dus het is echt wel heel erg mooi om te zien. Dat het verschil eigenlijk tussen een beetje dat politieke domein. Waar het gesprek en de discussie en dat soort voort wordt uitgevochten. En in de praktijk, in het dagelijks leven. En dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld van Haarlem. En de wethouder die dat ook zegt. Van ja, natuurlijk, je hebt ergens een debat. Maar jij als bestuurder bent gewoon ook verantwoordelijk voor hoe mensen met elkaar doen. Hè? Dus je moet iedereen kunnen bereiken. En dat doe je op de meest praktische vorm. Dus je moet contact hebben enzovoort. En dat kwam eigenlijk, vond ik dat onderzoek bijna bevestigend daarin. Dus ik vond het wel een heel mooi... Ik zo, ben ik altijd wel weer blij dan, gezegd. Maar goed, dat is een beetje mijn persoonlijke... Zullen we eens kijken naar de gemeente waar het debat voor de verkiezingen in 2018 het felste was? Dat was in Rotterdam. Dus kijken wat daarover te vinden is op de site. Ja. Nou ja, wat je ook wel even over in Rotterdam ziet natuurlijk. Daar is gewoon een hele nieuwe college een aantal jaren geleden gestart. En we hebben ook de gesprekken gehad, hè, met... ik moet even weer terug, die gaat niet te snel, anders zie je... Sorry, dan zie je de wethouder Bert Wijbinga. Die hebben we ook in onze eerste sessie gehad. En je zag hem ook van, jeetje, hoe ga je nou met een stad om en bewoners om die toch de afgelopen jaren, hè, rondom, toen een beetje met de Turkse gemeenschap, best wel tegen elkaar... over elkaar stonden. En wat betekent dat dan, zeg maar? Hè? Als je die incidenten had en de vlag op de Erasmusbrug, iedereen had het nog voor over de Turkse vlag van hoe doe je dat nou? En waar vind je elkaar dan, zeg maar, als gemeenschap, maar ook als bestuur? En hij heel erg aangegeven van, joh, ik moet voor een soort van... En hij was ook de stad ingegaan en met jongeren gesproken die zich ook echt wel eens achtergesteld voelden. Zeg, ja, gelijkheid is hier gewoon hartstikke belangrijk. En zorgen dat we niet gaan discrimineren. En als er wordt gediscrimineerd, of het nou in het handelen is van de overheid of in het handelen van de arbeidsmarkt, dan moeten we daar gewoon tegen optreden. Dat moeten we ook niet accepteren. Dus dat moeten we gewoon doen. Maar je moet je ook aan de regels houden. En daar hebben ze een hele mooie evenwicht in gevonden, vind ik. En dan... Ja, en dat zie je nu ook hier terug. We hebben daar een mooie interview op gegeven. En het interview en zijn, zeg maar, dilemma's en overwegingen zie je dan ook op deze site terug, waar je dan ook weer van kan leren. Ja. Dus een hele, toch denk ik mooi om te zien, zeg maar, hoe dat gaat.
Het aardige is trouwens, dit is een minderheid-minderheidsgebied, ja. Maar het is niet, ik denk dat heel veel voorsteden hun voordeel kunnen doen met de toon die hier getroffen ja. is. Het is niet zo dat voorbeelden uit een bepaald gebied alleen voor die gebieden ook relevant zijn, maar er kunnen ook andere gemeenten waar het debat verhard is, politiek gepolariseerd, echt hun voordeel mee doen. Het aardige ja. van Rotterdam vind ik trouwens ook, er zit ook een beschrijving bij van welke programma's hebben opgezet. Dus het is ja. de politieke kant, hoe de lokale bestuurder het heeft opgepakt, dat zit erin. Maar er zit ook de praktische, programmatische kant aan van, en wat ga je dan ja, doen? Ja, dat volgstappen neem je daarom het hoeft dat uit te voeren. Amsterdam heeft ook een dergelijke, men hoeft niet, nog niet aan te kijken, heeft ook een soort dergelijk programma, maar wel weer met een andere toonzetting. Amsterdam heeft echt ook wel een andere cultuur natuurlijk, ja. hè, als stad. En dat is ook mooi om te zien hoe het daar gaat. Ja. Maar we hebben ook wat kleinere steden hè, rondom Amstelveen, wat meer een expatgemeente is. Daar hebben we ook eerder over gesproken, maar ja. we hebben bijvoorbeeld ook ja, rondom de tuinbouwgemeente. Ja, als meer Westland, waar ze ja. Een doordachte aanpak hebben. Ja. Dat is echt wel heel erg mooi om te ja, zien. Ja. Dus daar, dus die, nou ja, ik denk dat je daar wel... En we vullen hem steeds, hè. Dus als we ook nieuwe informatie hebben of nieuwe onderzoeken die er zijn, zorgen we ook dat die erin komen, zodat dat ook geraadpleegd kan worden. Ja. En kijk, en dit is nu vanuit de VG samen met SCB gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook een behoorlijk aantal kenniscentra die hier ook aan de slag. Ja. Overigens staan die ook op de site, kennisplatform ja. Integratie en Samenleving staat erop. Dus dat is ook ja. Een link naar hun debuut integratiemonitor, waar je ook op wijkniveau, buurtniveau kunt zien wat daar is. Daar hebben we mee gelinkt. Ja. Dus dat komt allemaal bij elkaar op deze site. Dus doe daar je voordeel mee. Ja. Heel erg bedankt voor deze korte introductie op deze nieuwe mogelijkheid. Ja, voor mensen die meer van papier zijn, die kunnen het gewoon bestellen bij de VNG. Ja. Ja, dit blijft wel natuurlijk wel een beetje statisch. Ja. Dus maar als niet je... steeds vernieuwen, dit is de eerste keer. En de rest komt allemaal op de site en nu wordt je steeds bijgewerkt. Ja. En als je, nu denkt, ik sta niet op die site en ik heb wel een heel goed voorbeeld, dan kun je dus via VNG-forums je voorbeelden aanreiken. Dan gaan wij erachteraan zorgen dat er een mooie tekst komt en dat die op de site erbij ja, komt, zodat zeker. Het een levend document wordt. Dankjewel. Okay. Heel erg bedankt, Ali. Ja, okay. We gaan naar de laatste. Ik had al aangekondigd dat de cliffhanger was dat onze directeur generaal Karsten Hestel nog even terug zou komen op het allerlaatste. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk dat jullie hebben, en dat klinkt heel ambtelijk vind ik eigenlijk, een decentralisatieuitkering bedacht. Ja. Wat is een decentralisatieuitkering? Eigenlijk is het een soort samenwerkingsvorm. Okay. En het is iets technisch om geld bij gemeenten te krijgen, zonder dat wij daar allemaal voorwaarden aan gaan stellen. Maar het is wel met een bepaald doel. Dus het is, we stoppen het eigenlijk gewoon in het grote gemeentefonds. Alleen we zeggen wel, hey, dit, wij hopen dat je het hiervoor gaat gebruiken. Ja. En waarvoor is het dan? Ja. Nou, eigenlijk, waarvoor mag je het gebruiken? Nou, weet je, je zag net Jolanda van het KIS. En jij deed net ook samen met Ali een prachtige oproep aan gemeenten van als je goede voorbeelden hebt, deel ze dan. Nou, en eigenlijk is de gedachte achter dat extra geld, zeg maar die subsidie richting gemeenten, we gaan 10 gemeenten proberen te vinden nu en na de zomer nog een keer 10. En die gemeenten die hebben de gelegenheid om €25.000 te krijgen. Om maatschappelijk initiatief dat er is om discriminatie naar herkomst tegen te gaan, om dat te stimuleren. Okay. En wat je ziet is dat het KIS heeft heel veel kennis. En gemeenten, je zag net op dat kaartje ook, hebben alle hele diverse achtergrond en samenstelling van de bevolking. Maar er zijn heel veel gemeenten met al goede praxis om discriminatie naar herkomst tegen te gaan. Nou, dat zei Ali net al iets over. En eigenlijk bedoelen we hiermee te zeggen, wij stimuleren iets financieel om te kijken of dat maatschappelijke initiatief kan gaan bruisen en borrelen. Zodat we het daarna kunnen delen met heel Nederland. En dat is eigenlijk het idee. En nou, wij kijken daar in mee op het doel, maar we gaan niet allemaal voorwaarden stellen. Dus dat is eigenlijk een decentralisatie. 10 keer €25.000. En dan na de zomer nog een keer. 10 keer buiten.
Er zijn nu ongeveer 22 gemeenten die mee zitten te kijken hier. Dus je moet dus snel zijn als je bij de eerste team wil. Tot de eerste team wil behoren, denk ik. Ja, nou, we hebben ook al een kleine belronde gedaan van wie zou daar zin in hebben. En er zijn zeker gemeenten geïnteresseerd. Dus ik doe een oproep aan iedereen om de vinger op te steken. Dat kan. Ja. En het is... Het is iets. Je kan van harte welkom. Ja, ik vind het een hartstikke mooi idee. Ja. En je zag ook dat er is een beetje, er worden een paar vragen gesteld en er is een beetje discussie. Ali zei net al, de volgende keer doen we het nog wat interactiever, maar ik vind eigenlijk dat het ook best wel goed gaat. Goed te horen. Als jullie meer informatie willen over de decentralisatieuitkering, er komt vandaag een link naar meer informatie op het VNG-forum Divers en Inclusief. Hè. Dus daar kun je het allemaal nog eens nalezen en dan denken of dit iets voor je gemeente is. Dit is overigens de eerste keer dat we dit op deze manier doen, maar er is al gelijk in goed vertrouwen een tweede keer gepland. Die sluit eigenlijk heel mooi aan bij het thema van hoe kun je discriminatie aanpakken, want het thema van de tweede bijeenkomst is op 2 september een lunchwebinar. Dus dan kan degene die aan de andere kant zit met volle mond, zeg maar. Dat heet diversiteit. Het begint bij artikel 1. Dat gaat over gelijkheid, tegengaan van discriminatie. Een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. De inspiratiebron daarvoor, die komt ook uit dit traject. Een van de actieve deelnemers aan dit programma is Hatte van der Woude, wethouder in Delft. En die liep er tegenaan in haar werk als wethouder diversiteit en integratie, dat ze merkte dat op sommige plekken vrouwen nog niet meededen. En daar wilden ze zich voor gaan inzetten. Dus dat is, hun integratieaanpak is daar ook mede op geïnspireerd. Dus dat is 2 september. Het is met verschillende gasten, dat als lokale bestuurder ook, vragen over stellen. De gasten zijn Godfried Engelsen. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, maar ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Een van de founding fathers van het hele denken in die nieuwe verscheidenheid. En die typologie van de gemeente ook. Hatte van der Woude, wethouder die ik net al noemde. Selma Akkelsbeck. Zij is initiatiefnemer van het 8 maart divers vieren in Delft. En Hanneke Velter van Movisie, die een verhaal zou over de plek van dit soort vraagstukken in het diversiteitsdebat. We zijn er daarmee doorheen. We zien jullie graag de volgende keer terug. 2 september, 12 uur in Delft. Oh, je zwijgt.